kom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Wil je graag het podium op en cabaretier worden? Dan is het advies van Wouter de Pree begin eraan. Zoek een plek om te spelen, de tuin van vrienden of een café, en spreek een datum af. En dan... Ja, dan kom je tot de conclusie dat je nog geen materiaal hebt. Dan moet je iets gaan bedenken. Kortom, zet jezelf voor blok, laat de paniek toe en maak iets. Dus begin eraan en luister eerst naar deze uitzending. Mijn naam is Walter Depree en um, ik ga praten over hoe je cabaretier kunt worden. Ik ben, um, ik ben beginnen optreden, naar mijn gevoel op heel jonge leeftijd. Uh, in het uh, denk eerste leerjaar denk ik dat we een schooltoneel moeten hebben gehad. En ik herinner mij dat ik de jager was en met een houten geweer dat mijn vader had gemaakt als meubelmaker in zijn werkkot. Ik mijn houten geweer met een rolluik lint en mijn groene kleren aan heen en weer liep. Dat moest een lange wandeling. Uh, moest dat voorstellen dat ik heen en weer liep in de in de sporttaal. En ik herinner mij van op dat moment al hoe geestig ik dat vond. Ik heb geen idee van of ik het nu romantiseer of niet, um, omdat dat uh, een ongelofelijke vrijheid gaf: eigenlijk het, het, het vrijgeleiden om uh, niet jezelf te hoeven zijn. Ik heb uh, in de jaren nadien eigenlijk regelmatig opgetreden, ik heb dictie en voordracht gestudeerd. Uh, gewoon gevolgd, hè. dat volgde bijna iedereen bij ons uh, voordracht niet meer, dan mocht je echt met, met teksten aan de slag ik schreef het liefst de eigen teksten wat ik dan niet vaak heb gedaan maar de paar keer dat ik dat heb gedaan gaf dat een ongelooflijke kick uh, en ik koos voor grappige teksten en bijna, bijna niemand deed dat ook in voordracht uh, alleen jongens uh, ik deed vanaf een jaar of 14 of 15 mee aan voordrachtwedstrijden daar zat ook een typisch verloop in. Uh, dat was dat mijn voordrachtleraar zei dat er zo'n wedstrijd was, uh, dat ik dat dan vergat of mij vergat in te schrijven, en dat hij dan op het laatste moment dat je je kon inschrijven, dat hij dat dan nog eens zei, uh, en dat ik dan zei, ja, dat is goed, ik ga daaraan meedoen. En dat is een constante geweest, ik, in het begin dat ik optrad, aan uh, een aantal comedywedstrijden meegedaan. En dat is ook zo gelopen, vrienden die uh, Um, die mij in mijn eigen plaats hebben ingeschreven of op het laatst hebben gezegd: Het is het laatste moment dat je nu kunt inschrijven. Dus dat is een, een advies dat ik zou willen geven. Als je cabaretier wilt worden, zorg dat je punctuele vrienden hebt die praktisch meer georganiseerd zijn dan jezelf bent. Je moet eigenlijk, je moet eigenlijk niks kunnen om hier aan te beginnen. En dat is het gigantische voordeel. Um, er zijn. Eigenlijk is mijn advies, begin eraan en denk daarna, pas na, over op welke manier doe je dat. Maar als je die drive al hebt om eraan te beginnen, dan is al de rest volgt eigenlijk van daaruit. Dan, dan is die knop in je hoofd is al omgedraaid. En dan begint al het volgende. Dan krijg je door van ah oké, okay, ik moet een plaats hebben om ergens te spelen. Nou ah, ja, die moeten die, dan moeten die plaats gaan organiseren. Uh, er zijn genoeg zulke plaatsen ondertussen. Er zijn uh, vrije podia open mics uh, waar je kunt gaan optreden. Maar dat kan even goed zijn dat je een huiskameroptreden uh, organiseert. Dat je uh, zegt aan vrienden, mag ik voor jullie in de tuin uh, optreden. Het doet er niet toe dat je vijf minuten of, of anderhalf uur gaat het doen, maar dus zorg ervoor dat je een datum en een plaats hebt waarop je moet optreden. En dan is het volgende dat je in paniek doorkrijgt dat je niks hebt om daar te gaan vertellen. En dan moet je nadenken wat, wat je daar graag zou gaan vertellen, en dan, en dan moet je iets maken. En dat komt na achtereenvolgende golven van paniek. En als die de paniek echt zo ongelooflijk groot is, dat je denkt, ik ga afgaan, ja, dan, dan kun je niet anders dan eraan beginnen. Dus je moet jezelf in een staat van existentiële paniek brengen. Um, ik vertel nu wat het voor mij altijd is gelopen, maar ik heb dat bij heel veel mensen al, al op die manier zien lopen. Uh, wat dat je niet moet doen, uh, is... Wachten totdat je zin hebt om iets te maken, dat, dat komt maar heel laat. Het is pas als je dit al lang doet, dat je dat je kunt wachten op, op zin om iets te maken. Als je het maakproces al, al beheerst. Want een maakproces op zich is eigenlijk om onder de knie te krijgen, zo frustrerend dat je in het begin geen zin hebt om dingen te maken. Um, ik vertel nu hoe dat het bij mij gelopen is, maar wat ik ook al bij veel vrienden heb gezien, is werk vanuit die existentiële paniek, dat het moet. Dus dat je die noodzaak hebt om, om iets te maken. En daarna, als je, als je moet neerzetten, dan ga je zien dat je waarschijnlijk in je hoofd wel al een aantal dingen hebt overlopen, een aantal domeinen waarin je denkt: daar zit iets grappigs. Um, dat, dat is een begin van metier krijgen, is, is voelen van daar in dat domein zit iets grappigs. Kijk niet hoe andere mensen dat grappig zouden maken, maar ga op zoek. Dus begin te schrijven, begin na te denken, begin dingen te vertellen. En vertel anekdotes aan vrienden, kijk of die daarmee moeten lachen of niet. Uh, dus ga op zoek wat er in dat domein zit dat, dat het grappig maakt. En op den duur leer je en ook, ook weer de manier waarop je dat doet, maakt niet uit. Dat kan met schrijven zijn, dat kan met vertellen zijn, dat kan met try-out spelen zijn. Um, maar eigenlijk moet je in dat domein waar volgens jou iets grappigs zit, de, dat werkt zoals, dat werkt zoals jacht. Dus je moet, echt, je moet echt op dat domein gaan rondlopen en je moet proberen dat wat volgens jou grappig is te isoleren van de rest. In het begin isoleerde veel te veel dingen, uh, vertelde alles over dat domein. Um, en dan zie ik in mijn geval, werkt dat via try-outs met geschreven teksten, uh, ik vertel over dat domein en ik merk in try-out, merk ik dat mensen sommige dingen daarin grappig vinden en anderen niet. Um, en dan kun je beginnen sculpteren, dus dan weet je... Ah, dit kleine stukje heeft gewerkt van de algemene tekst die ik heb geschreven. Heeft er, ik heb tien dingen vertaald en twee daarvan hebben gewerkt, en acht totaal niet? Dan kun je ofwel besluiten: ik moet dit helemaal weggooien, want twee op tien is heel weinig. Um, maar dat is het niet. Ga verder met die twee. Smijt die acht weg. Onthoud in welk domein ze zitten, want dat kun je nog gebruiken voor, ja, wat, wat is in. in uh, uh, literatuur schrijven, decor uh, uh, gaan noemen. Dus dat is nog jouw achtergrond waar tegen dingen grappig worden, maar daar zit niet de grap. Uh, de grap zit in die twee dingen die een publiek nu al een beetje grappig heeft gevonden. De rest wordt decor, wordt achtergrond, geeft sfeer, geeft structuur. En dat kun je verder uitpuren om te kijken wat precies in die twee dingen grappig is. Daar kun je contrasten beginnen uitvergroten. Uh, dus dat werkt echt zoals jacht. Dat je, dat je isoleert wat er, wat er grappig is. Uh, door de kudde kleiner en kleiner te maken. En op een bepaald moment weet je van... Ah, het gaat over dit ene diertje. Dat is wat ik probeer te vangen. En uh, een keer dat je dat weet... Ja, dan kun je echt beginnen sculpteren. Dus dan kun, je, um, dan kun je je premissen netjes beginnen zetten. Je kunt je contrasten netjes beginnen zetten. Je contrasten groter en groter maken. Je kunt nadenken over op welke manier je speelt. Je kunt nadenken over in welke omstandigheden je wilt spelen en in welke omstandigheden niet. Dat speelt allemaal een rol. Maar hetgeen wat je zelf volledig. Volledig in handen hebt, dat is uh, het materiaal dat je zelf maakt. Dus waarover je het zult hebben, op welke manier je het daarover zult hebben, op welke manier je dat materiaal zult spelen, vanuit welk podiumpersonage je dat zult spelen. Um, en dan heb je, dus dat is het métier van dingen maken, dus wat dat je kunt voorbereiden. Je podiumpersonage uh, ontdek, je, ontdek je door te spelen. En dat dan dat je door los te laten. Dus in schrijven moet je, uh, moet je loslaten. In schrijven en bedanken eigenlijk in het algemeen. Uh, moet je het resultaat loslaten in het begin. Maar je moet voortdurend resultaten willen halen om dan te zien. Het is niet goed. Er is maar 2 op 10 goed. Ik doe, ik doe daarmee verder. En verder en verder totdat dat helemaal uitgepuurd is. In spelen gaat het vooral over loslaten. Gaat het over dingen proberen. Ook weer merken wat er werkt, wat er niet werkt. Um, maar in spelen moet je voortdurend nieuwe kansen geven, moet je het materiaal dat je hebt verdedigen als een leeuw en, en mag, je, mag je niet willen vasthouden. Dus het, het obsessieve dat je moet hebben uh, in het schrijven uh, en in het uh, anekdotes leren vertellen en in het materiaal isoleren, dat mag je in spelen, mag je niet hebben. Tijdens het spelen moet je, is, is jouw plicht als je het obsessief wilt aanpakken. Uh, wat ik moet doen, want, want dat is een stuk van mij... dan is je plicht in het spelen is loslaten. Je materiaal zo los mogelijk spelen... Uh, en daarin dan te voelen wat er, wat er rendeert en wat er niet rendeert... daar ook weer beginnen sculpteren aan je podiumpersonage. Uh, um, en in je podiumpersonage moet je... je moet uh, als speler vergevingsgezind zijn. Dus als het fout loopt dan is het belangrijke voor het volgende stuk dat je doet, terwijl je aan het spelen bent, is dat je niet meer bezig bent met wat er is fout gelopen, maar dat je bijstuurt en weer zo open en zo vergevingsgezind mogelijk nieuw materiaal aan het spelen bent. Vergevingsgezind naar jezelf, als je het fout hebt aangepakt ervoor, oké, okay, het enige dat helpt is losser spelen nadien, dus niet kwalijk pakken dat je het hebt verkloot ervoor, uh, je publiek niet kwalijk nemen, dat het loopt zoals het loopt, want het is met dat publiek dat je die avond zult moeten doen. En mijn ervaring is: een publiek heeft eigenlijk meestal zin. Omstandigheden zijn. Niet altijd zoals dat ze zouden moeten zijn, maar daar kun je ook maar op langere termijn iets aan doen door door te breken en, en uh, je omstandigheden die je, die je vraagt als minimum, door die zo duidelijk mogelijk te definiëren. En dat betekent niet chic. Hè? Het kan zijn dat je liefst in een klein zaaltje speelt of in een café, hè? mogelijk, hè? Uh, maar dan liefst in een café waar dat er geen zatte mensen aan de toog zitten. want... Daar kunnen je niet... Als die hacklen kun je daar weinig mee doen, omdat het niet bij hen binnenkomt als het grappiger is wat je hebt gezegd, dan wat als zij hebben gezegd. Um, dus vergevingsgezind zijn naar, naar een publiek, want een publiek ziet het, ziet het meestal zitten, ziet het eigenlijk bijna altijd zitten. En ik heb door de jaren... Um, mezelf moeten leren dat een publiek veel warmer is dan dat ik in het begin dacht dat ze waren. Het publiek wil dat het goed loopt. En nu begrijp ik dat. En ik moet soms nog denken, soms ben ik nog verwonderd dat ik denk van. Ah, dat ik niet begrijp dat een publiek al zoveel voorstellingen is komen kijken. Dus dat die dat doorlopende verhaal willen horen. Of dat die speciaal bij mij op bezoek komen. Ik denk nog altijd dat die even kritisch zijn als de eerste keer dat ze, dat ze komen kijken. Dus kijk, het zit daar nog een klein beetje. Die een die paranoia, u daar bewust van zijn dat dat, dat, dat aanwezig is. Um, en daar ja, ook, ook hetzelfde. Ook echt bij elke voorstelling starten. Alsof het de eerste voorstelling is die je doet. Dus elke voorstelling moet, moet fris zijn. En ik zeg nu moet, maar eigenlijk is het mag, want het is het allerfijnste als het fris is. Dus als het elke keer opnieuw gebeurt, zelfs al verschilt dat bijna niet van hoe dat de avond ervoor is geweest. Maar dan is het toch elke avond spannend om te spelen. door een pauze een klein beetje langer te laten. door een andere reactie te krijgen van het publiek. Uh, doordat er in het publiek iets gebeurt waarop, waarop je kunt inspelen. En dan raak je in zo'n geestige flow. waarin, waarin dat je lichaam doet wat je wilt. waarin je in, in zo'n aangename concentratie zit. waarin dat je uh, tezelfde tijd. het is uh, meditatief. In de zin van, van dat, uh, dat er een ruis verdwijnt. Uh, dus dat je al op één iets aan het concentreren bent. En ik ga dat nu tezelfde tijd tegenspreken, want terwijl je dat aan het doen bent, kom je, kom je eigenlijk bijna in een ander bewustzijnsniveau. Waarin je kunt kijken wat je aan het doen bent en daar commentaar op kunt geven. Um, en en dat, is, dat is heerlijk om in te zetten. Heerlijk, werkelijk heerlijk. En dat is ervaring, niet in de zin van uh, ook ervaring door te doen want dat is iets dat niemand jou, jou kan vertellen, je kunt dat niet ook als je dit nu hoort uh, kun je jou daar misschien een voorstelling van maken, maar dat is iets anders dan dat lichamelijk ervaren en door te oefenen uh, kun je op den duur lichamelijk begrijpen wat datgene is dat ik, nu, dat ik nu beschrijf en ook snappen dat dat in woorden niet te vatten is uh, en als je, als je daarin zit, maar dat is zo'n heerlijke ervaring om in te zitten. Uh, en gevaarlijk het is balanceren hoor, dus je kunt ook van, van die koord vallen. Hè. Uh, maar het is zo'n deugdoende ervaring om in te zitten. Een ervaring in de zin van uh, experience, dat je, dat je het moet meemaken eigenlijk op het moment zelf. En dus alsjeblieft creëer de omstandigheden om dat beetje bij beetje te ervaren en daaruit te leren. En dat is heerlijk, heerlijk. Ik denk dat de meeste mensen zouden adviseren om, om klein te beginnen, uh, dus vijf minuutjes te maken en daarmee ergens te gaan optreden. Uh, ik ben geneigd om eerder het tegenovergestelde te zeggen en te zeggen, uh, maak een volavondvoorstelling. En ook weer hetzelfde in die volavondvoorstelling uh, en, en speel die voor vrienden. Uh, en in die volavondvoorstelling zullen ook weer. Uh, uh, daar zullen niet 10 dingen in zitten, maar duizend dingen waarvan er 20 bruikbaar zijn. Uh, wel, we gooien dan die 980 andere weg en werk verder op die 20 bruikbare. Wat ik zie bij. Uh, de, ik ben zo begonnen omdat ik niet wist dat er uh, trial podia bestonden, of dat je ergens een klein stukje kon, uh, kon gaan uh, spelen, en ook wel uit uh, arrogantie, waarschijnlijk. Um, maar ik zie als jonge mensen beginnen met vijf minuutjes, zijn diegenen die uh, snel meer materiaal maken, dat zijn diegenen die een aantal jaar later nog spelen en ondertussen goede voorstellingen hebben gemaakt. Diegenen die drie jaar met tien minuten rondtrekken, um, ja, die leren wel dingen, maar die worden vaak ook een beetje dogmatisch. Dus die krijgen een idee van. Uh, op welke manier je comedy zou moeten maken. En houden zich heel strikt aan die regels. Uh, dat kan goed zijn voor stukjes, uh, maar ik zou zeggen, als je het proces dat ik op 25 jaar heb doorlopen, als je dat zou willen versnellen, en soms wou ik dat dat kon, dat ik dat sneller had doorlopen, dan zou ik zeggen, wees alsjeblieft niet dogmatisch. In, in het begin maakte ik... Kabaretachtig uh, theater, zonder dat ik de echt wist. Um, en keek ik eigenlijk neer uh, op stand-up toen dat als vroeg genre kwam. Ja, daardoor heeft het jaren geduurd voordat ik echt heb gekeken naar wat goede stand-up comedians maakten. Uh, en dat ik ook heb gesnapt wat dat ik daar zelf uit kon leren. En ondertussen gebruik ik heel veel technieken van stand-up in mijn voorstellingen. Um, evengoed merk ik ondertussen dat er in theater heel vaak wordt neergekeken op cabaret en stand-up uh, Wat uh, heel jammer is, want cabaret en stand-up hebben theater op sommige vlakken echt veel te leren Een, een directheid en de, en de illusie opwekken uh, dat je rechtstreeks tegen het publiek staat te praten dat is een techniek die in theater heel vaak wordt gebruikt, ondertussen, maar heel vaak niet goed wordt gebruikt. Dus theater kan, kan, de, kan daaruit leren van stand-up en cabaret. En evengoed kijkt, cabaret uh, niet denk ik, maar stand-up wel, heel vaak neer op theater. Um, terwijl dat van de keren dat ik in theater heb gewerkt. Um, Vind ik de buigzaamheid en de, uh, en, en de bereidheid om mee te gaan in een idee die in theater bestaat en uh, moet bestaan, hè, omdat je zulke korte productieperiodes hebt dat je op heel korte tijd heel veel moet kunnen uitproberen. Um, ja, dat is iets waar, waar stand-up comedians en cabarettiers veel van, veel van kunnen leren, omdat wij door het try-out systeem waarmee we werken. Uh, kun je vaak veel try blijf je vaak vastzitten in... Ja, hebben we ook een nieuw, een nieuw soort ego ontwikkeld eigenlijk, waarin je vindt dat je materiaal perfect moet passen bij hoe jij je voelt op dat moment. Um, dus zijn we die ik die het materiaal authentiek zou komen maken en komen vertellen, we zijn die heel belangrijk gaan vinden. En daar kun je ook volledig in vastlopen. In theater kunnen ze zich dat niet permitteren. Het, 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 de bedoeling is om, om te spelen. Dus ook als ze, hun ik, uh, als ze vanuit hun ik komen vertellen, zien ze dat ook veel meer als spelen. En dat brengt je gemakkelijker in beweging dan, dan de ik van waaruit wij vaak, uh, vaak denken. Uh, dus het is daarin uh, egolozer. Of het is een betere techniek om, om voorbij dat ego te geraken, denk ik. Je moet niet op een bepaalde manier zijn om hier aan te beginnen. Er zijn dingen die helpen. Arrogantie en zelfoverschatting helpen. Um, maar die helpen om, om in beweging te komen. Uh, die remmen ook dingen. Maar dan komen die dingen later. Dus als je uh, arrogant bent, wat dat vaak samengaat met uh, jong zijn, uh, man zijn. Ik denk dat mannen vaak arroganter zijn dan, dan vrouwen. Ik denk dat dat een biologisch gegeven is. Het voordeel is dat je er gemakkelijk aan begint, het nadeel is dat je na tien jaar denkt, en dat is een beweging die ik heb gemaakt en die ik bij verschillende collega's heb gezien, dat je denkt, wat, wat heb ik, maar wat voor ongelooflijke rommel heb ik op het podium gestaan, wordt het niet tijd dat ik probeer te zorgen dat dat een beetje inhoud heeft Um, maar ondertussen ben je al doorgebroken en heb je al een carrière en heb je wat metier geleerd uh, onderweg. Omdat je af en toe toch iets moest maken om die, om, om, ja, dat je die arrogantie toch, toch ergens moest gaan bewijzen. Uh, wat is het lastige van arrogantie en zelfoverschatting? Is dat je door de jaren geduld moet leren, frustratiebeheersing, een uh, bescheidenheid. Uh, dus dingen die het metier jou automatisch zal leren, maar die komen traag. Dus er is bij elke karaktereigenschap zijn er voor- en nadelen. Um, dat, dat zijn de nadelen van arrogantie en zelfoverschatting. Um, wat zijn de nadelen van, wat zijn de voordelen van heel bescheiden zijn? Is dat je, dat je misschien een grote drang gaat hebben uh, om te zorgen dat het de moeite waard is wat je gaat vertellen. Uh, omdat je denkt, ik moet er hard aan werken, want uit mezelf zal, zal het niet zo ongelooflijk fantastisch zijn wat ik ga vertellen. Ik moet heel hard mijn best doen. Dat is een fantastische eigenschap. Uh, maar je moet wel dat podium opgeraken, natuurlijk. Maar je gaat met die eigenschap gaat de, gaat de hele carrière heel veel zijn. Brigitte Kaandorp, die een fantastische cabaretier is, uh, heeft uh, heel haar carrière getwijfeld of dat zij wel genoeg de moeite waard was om op dat podium te gaan staan. Wat dat bijna lachwekkend is als je ziet wat zij allemaal heeft gemaakt. En wat dat zij kan, wat dat zij van natuurlijk talent heeft. En dat je dan denkt, maar serieus, maar kun je daaraan twijfelen? Ja, zij kan daaraan twijfelen. Maar ze brengt die bescheidenheid ook mee op het podium en dat maakt haar ook onweerstaanbaar. Maar wat heeft zij gedaan? Zij heeft mensen gezocht die haar hebben geholpen om te zeggen... Voor jou is dat totaal evident om op dat podium te gaan staan. Doe dat maar. Wij zeggen dat je genoeg de moeite waard bent om dat te gaan doen. Dus die heeft mensen gezocht naar omgeving die die onzekerheid hebben weggenomen. En ja, dus, dus je moet, uh, uh, als, als je dat hebt van eigenschap, dan moet je steun gaan zoeken bij andere mensen. Maar met die arrogantie en die overdreven zelfzekerheid ook. Moet je steun zoeken in je omgeving. En moet je zeggen naar mensen van. Ik weet dat dat een blinde vlek is van mij. Haal mij alsjeblieft naar beneden op de momenten dat het te erg is. Dus zorg dat je goede mensen rond jou hebt, dat je goede vrienden hebt, goede familie die, die dat voor je willen doen. En luister naar, naar commentaren van vrienden. Uh, veel meer dan naar... Luister ook naar commentaren van collega's. Hè. Maar luister naar commentaren van mensen die, die het zeker goed, met je, zeker goed met je voor hebben. Enfin, je kunt in comedy, is een, is een warme sector hoor, dus het commentaar van collega's kun je, meestal wel, kun je meestal wel vertrouwen en kun je iets uit leren. Je moet talent hebben, dat, dat is zeker een voorwaarde, maar het is een woord dat ik niet helemaal vertrouw, ik, ik, zit, ook helemaal, ik zit niet aan de andere kant hoor, ik vind dat talent geen rol speelt. Uh, ik, ik heb ook al een aantal workshops gegeven en daar zaten zeker ook mensen tussen waar ja, die ook tijdens de workshop ontdekken van, van dit, is, dit is misschien niks voor mij, dus talent speelt zeker een rol, maar uh, het, het is een stukje overschat uh, in, in de zin van dat er zijn wel verschillende mensen die ik nu goede comedians vind en waarvan dat ik dat misschien twintig jaar geleden uh, niet gezegd zou hebben, of niet gezien zou hebben. Dus die, die hebben, die zullen toen al talent gehad hebben, maar het zal minder zichtbaar geweest zijn dan nu. Die zijn door te blijven werken, en door te blijven leren, uh, zijn die veel beter geworden. Je hebt mensen bij wie het direct zichtbaar is, je hebt bijvoorbeeld um, bij, bij Wim Halsen was, die was van heel vroeg in zijn carrière zag je dat hij ontzettend getalenteerd was. Dus die was snel, heel snel, heel goed. Maar er zijn niet zoveel mensen bij wie dat, dat zo is. Er zijn veel mensen bij wie dat, dat trager gegaan is. Bij mij is dat ook trager gegaan. Dus daarin zou ik zeker zeggen: van Laat u, laat, u, laat u niet te snel vertellen dat je geen talent hebt ook. En laat u ook niet te snel vertellen dat je veel talent hebt. Uh, dat, dat kan, hè? maar dan is er waarschijnlijk nog veel werk aan hoor. Zelfs bij degene bij wie het heel snel heel goed was, uh, treden nieuwe vragen op. Dan is de vraag hoe, hoe evolueer je? Uh, want misschien dreig je anders vaak hetzelfde te maken. Uh, hoe blijf je openstaan? Misschien heb je niet leren vechten als je heel snel heel goed waart. Uh, dus er blijven, altijd, er blijven altijd uitdagingen genoeg hoor. En je moet ook niet onderschatten hoe ook met talent en met goesting, um, dat is misschien een andere valkuil, hoe, hoe hard je zou kunnen denken dat je het alleen doet. Als, als het goed draait, uh, sta je alleen op dat podium, krijg je uh, alleen dat applaus uh, en die bevestiging. Um, is er een neiging tot, ik heb dat zelf al gevoeld en ik zie dat bij collega's ook, dus het is een valkuil van dit beroep, ik begin de plots te denken dat. Um... Voorstellingen waarbij je geholpen bent geweest door anderen, begrijp je plots te denken dat je dat allemaal alleen hebt gedaan. <laughs> en dat is iets heel fascinerends. Het is echt een, het is een natuurlijke neiging om het te doen. Het is dit beroep dat dat veroorzaakt. Maar je, maar je moet je die blinde vlek blijven herinneren. En zeker als je jong bent en, en heel ambitieus en een beetje arrogant, uh, durf je dat gemakkelijk vergeten. En het is heel goed om te onthouden. Wie er heeft geholpen bij de voorstelling, op welke manier, dat uw voorstelling daar ook maar staat. Um, door uw techniekers die de voorstelling hebben opgebouwd, die het licht hebben bedacht, u dat op de juiste momenten geven. Uh, door de vrijgevigheid van het publiek. Je zei zelfs, iemand heeft die zaal gebouwd, uh, je wordt een stuk betaald met, met culturele subsidies, die met belastingen zijn betaald, uh, je rijdt overwegen die met belastingen zei, zei de rijden naar je optreden. Dus als je daarop begint verder te denken, dan betekent die... Dan betekent die puur individuele verdiensten die je kunt inbeelden. Ik doe het nu provocatief, ik doe het soms ook naar, naar de andere kant hè, bij, bij degenen die zeggen dat, dat het allemaal, dat, dat talent geen enkele rol speelt. Is het ook goed om, om de andere denkoefening te doen? Hè? Om voorbeelden te geven van: ah, zou, zou dienen persoon dan met een heel goede training door de beste mensen in dat vakgebied. Zou die, dan, uh, zou die dan heel goed kunnen worden in dat vakgebied? Waarschijnlijk niet. Dus er moet, moet talent aanwezig zijn, maar er is veel, veel daar rond en daarnaast ook. Um, wat is het moeilijkste? Maar dat, maar dat ontdek je ook maar gaandeweg, dus je moet er toch aan beginnen hoor. Maar je moet er alleen aan beginnen als je er echt aan wilt beginnen. Dat, dat is het eerste. Dus als je echt die drang voelt om dat te doen, je moet het daarom niet evident vinden hè, om het te gaan doen. Maar je moet het wel echt graag willen doen. Dus je moet daar heel hard toe aangetrokken zijn om dat te doen. Want het is wel heel maf werk, heel alleenig werk. Je, je moet tegen commentaar kunnen. Uh, er zitten veel in, het zal u vervreemden. Uh, uh, het kan zijn dat je, dat je het gelooft als heel veel mensen nu heel goed vinden. Uh, wat dat op lange termijn beter is om niet te doen, of beter is om niet hard mee bezig te zijn. Het kan ook zijn dat je het gelooft als veel mensen nu niet goed vinden. Uh, wat dat ook beter is om niet, niet zo hard mee bezig te zijn, uh, zeker op langere termijn. Um, dus daar moet je leren tegen kunnen, maar ja, dan moet je waarschijnlijk ook in andere beroepen ook kunnen, maar in, in, in mindere mate. Um, wat zijn nog valkuilen? Is um, ja uh, ontspannen. Uh, dus bekijk niet alles in het leven rondom jou als uh, mogelijk materiaal om het over te hebben op het podium. Um, meestal is het omgekeerd als je met een um, mooie aandacht kijkt naar de dingen rondom jou, uh, is er een grote kans dat je die als je gaat neerzetten en nadenkt over welk materiaal zou ik op het podium kunnen vertellen, dan is er een grote kans dat je, dat je uit die zorgvuldige aandacht dingen gaat kunnen putten. Maar het is heel vermoeiend om voortdurend naar je leven te kijken en te denken, wat zou ik hiervan op het podium kunnen gebruiken? Um, wanneer kan het wel helpen? Maar dat is dan eerder dat het helpt voor je persoonlijk leven. Als ik iets heel moeilijk vind in mijn persoonlijk leven. Uh, als ik kan overweldigd zijn door, uh, door, door uh, veel impulsen op korte tijd. Uh, dus op vakantie gaan kan ik heel vaak heel uitdagend vinden. Um, omdat er veel verandering is op korte tijd. En daar kan ik wel denken, als ik, als ik het niet aangenaam vind, helpt het mij wel om dat van op een afstand te bekijken en te denken, wat zou ik hierover op een podium kunnen vertellen? En dat is dan omdat ik dadelijk al... Ja, als je een verteller installeert, moet je... Wat dat je meemaakt op het moment zelf, moet je al relativeren. Omdat je al kijkt door de ogen van iemand anders, dus je haalt eigenlijk een stukje ego weg op dat moment. En... En dat kan net heel vruchtbaar zijn om te doen. Maar dat heeft waarschijnlijk minder te maken met podium dan met, met hoe serieus je je ego neemt op het moment zelf. Dus dat kun je met andere technieken waarschijnlijk ook doen. Zorgen dat je niet volledig opgeslord bent door de, door de situatie. Ik vind de zakelijke kant de, en de praktische kant de minst interessante kant. Um, waarom? Um, omdat om er is het minste opwinding te rapen daar. Het minste, ja, als je dingen maakt en als je repeteert, vind je onderweg van alles. En dat is iedere keer heel geestig. Je zit iedere keer in contact met andere mensen ook, als je dat doet, op zijn minst abstract. Als je aan het schrijven bent of aan het repeteren, beeld u een publiek in. Dat is abstract, maar je hebt toch op een of andere manier contact met die mensen. Want een week later staat dat materiaal te try-outen en staat er voor dat publiek waar je al een dialoog mee hebt gehad. Je hebt het al proberen voorspellen of ze gaan lachen of niet. En als dat uitkomt, is dat fantastisch. Die zakelijke kant is: ik zou niemand aanraden om, om dat u te laten stoppen, om, om ermee te beginnen. Uh, wel om u een beetje proper te laten begeleiden. Uh, maar ik moet zeggen dat je kunt wel zien dat dat, 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 is, dat door de jaren belangrijk wordt. Omdat je kindjes krijgt en, en, en een afbetaling hebt. Zeker zoals iedereen. Dus er zit iets in van, uh, laat in: laat het niet in de wacht staan van uw plezier om te spelen en om te maken. Um, als je te weinig speelt, uh, of te weinig verdient, uh, is, is dat lastig. Omdat om je, uh, om je gezin misschien tekort gaat moeten doen en dat je dat niet wilt uh, als, als moeder of als vader. En dat je goesting om te spelen en te maken onder druk zal komen staan. Dus regel het zakelijk als het een beetje gaat en uh, met, met wat geluk uh, dat, je, dat, je, dat, dat, dat dat in orde is. Uh, als, je veel, als je veel speelt of uh, veel verdient, uh, regel het dan ook dat u dat, ja, dat u dat niet hindert in de zin van dat je plots meer zakenman dan maker bent of zo. Dat mag, hè? dat is een andere, een andere roeping in het leven. En als je dat graag wilt doen, dat is niks om je voor te schamen. Uh, maar zorg ook, als je wilt blijven spelen en maken, dat u dat niet in de weg zit. Ik vind een grote les hoe het bij Woestijnvis is gelopen, waar de oorspronkelijke opstarters snel hebben gemerkt of dat ze zakenmensen waren, of mensen die eerder creatief bezig wilden zijn en de mensen die creatief bezig wilden zijn, die zijn er na een tijd uitgestapt. Er zijn niet zoveel mensen die de, die de twee dingen heel fijn vinden om te doen. Ze bestaan, maar het, het is een andere kop. En je kunt wel een kop afschroeven en een andere kop opzetten, maar het is goed om te weten op welk moment maar welke kop dat je er hebt opstaan en welke kop dat je eraf afschroeft. Voor mij gaat het om veel meer dan plezier. Het gaat om een diepe voldoening. En daar zit zeker plezier in. Uh, dus het plezier van... Dingen ontdekken op het moment zelf. Het plezier van zaken te herhalen. Het plezier van een publiek dat lacht. Het plezier van het. Um, van het onder controle zijn van de situatie ook. Maar dat bedoel ik niet op een, een manipulatieve manier. Um, maar het gaat om, om, om een voldoening. En dat, dat is het. Dat is echt het totaal van het beroep en dat is iets dat toeneemt door de jaren. Uh, dus, het is de voldoening van, uh, van diepgaand met thema's bezig te zijn. Uh, van, dus, het, 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 um, in een manier van werken, een, een diepgang forceren. Dat betekent bij mij materiaal vastpakken, weer loslaten, vastpakken, weer loslaten. Want daar kan ik mijn ongeduldige natuur in kwijt. Dan denk ik, ah ik zal het hier op een korte tijd in orde maken. En dan krijg je een, een korte heftige golf. Um, met veel uh, ego en veel dadendrang en ook veel plezier. Dan denk ik, dit gaat fantastisch zijn. Dan laat ik het een halve dag liggen en ik bekijk het opnieuw. Ik denk, dit is echt niks. Uh, en dan ga ik er opnieuw mee aan de slag. Want ik denk, dit is niks behalve die en die zin. Dat is wel grappig. Um, dus dat is ook de voldoening van het, niet het temmen van het ego, maar uh, snappen wat je ermee kunt doen en de verschillende aspecten ervan uh, gebruiken. Uh, mijn ego is dan tijdens het schrijven is dat een, een wilde Mustang uh, en, en die, die niet te temmen is, van, ja, dan moet je die gebruiken om veel energie te genereren. En op het moment dat hij dan ligt te slapen van, van vermoeidheid, ja, dan, dan, dan is dat een rustiger paardje waar, waar dat je wel iets mee kunt doen en dat wel commentaar kan verdragen, ook van mezelf. Eh, dus dat is grappig als allee, dan zie je dan ziet dat al die, al die begrippen niks betekenen, hè, omdat je allemaal rollen van jezelf aan het beschrijven zit. Um, ja, dus die voldoening van een manier te hebben gevonden om daarmee om te gaan. Um, een manier om daar richting aan te geven. Um, een combinatie ook, verschillende kleuren. Dus dat je dat obsessieve en schrijven richting kunt geven. Maar dat je, maar dat je ook kunt, ja, moet kunnen loslaten en plezier maken op het podium. Dus dat is bijna het tegenovergestelde. Dat is heel, heel Dionysisch. Um, uh, ja, dus daar, daar, zit ook een, daar zit ook een balans in. He, dat is eigenlijk al die kantjes een, een plaats kunnen geven. En ik hoop dat ik op langere termijn heb geïnstalleerd, en later nog beter kan installeren, dat dat niet alleen om de oppervlakkige dingen draait, van, van applaus of ambitie. Of, dat geeft ook voldoening, he, maar dat is heel kortstondig. Um, dat ik hoop dat, dat er op langere termijn geïnstalleerd is, dat het de moeite waard is voor veel mensen. Dat, dat het bijdraagt aan een... Uh, aan een rijkdom, aan een, aan een rijk verhalenarsenaal... waar veel mensen hopelijk iets aan kunnen hebben. Uh, of op het moment zelf al iets aan hebben. Ja, dat is mijn doel. Ik heb er vertrouwen in dat dat al maar beter lukt. En ik denk, als ik dat... Nog nauwkeuriger uh, aanpak uh, en eigenlijk uh, genereuzer aanpak ook. Uh, ook tegenover mezelf, dat dat ook nog, ook nog kan groeien. Uh, en ook, uh, dat hoeft niet altijd te groeien. Hè? Ik, denk ook, ik denk ook af en toe, maar ik heb een natuurlijke neiging om daar niet zoveel mee bezig te zijn. Um, mijn verkoopsbureau moet mij echt vertellen hoeveel keer in de, ik in een bepaalde zaal heb gespeeld. Want ik onthoud dat heel slecht. Um, dus ik denk soms ook na van, en ik bespreek dat ook met mijn verkoopsbureau. Van, ik, wil ook, ik wil ook een bepaald moment wil ik ook kunnen krimpen. Er is ook een natuurlijk verloop van, van zulke zaken. En dat zal bij mij ook gebeuren. Waarom zou ik daaraan ontsnappen? Uh, en ja, dan wil ik ook een manier vinden dat ik het fijn vind om in een klein zaaltje te spelen, vijf keer per jaar, voor vijftig mensen. En dan hoop ik dat jullie er ook nog zijn op dat moment. Um, ja, dus, dus ik wil ook daar een natuurlijk proces in kunnen volgen. Ik um, ben daar niet vaak mee bezig hoor, maar ik ben daar soms wel, soms wel over na. Ja.